Ik denk dat iedereen in die tijd wel verwachtingen had over wat het internet zou kunnen betekenen. De mensen die toen aan internet werkten en vooral in die standaardisatie werkten. En al die mensen die waren toch wel een product van de jaren 60, zal ik maar zeggen. En dat betekent dat we toch allemaal wel het idee hadden van, als wij nou zorgen dat iedereen met iedereen kan communiceren in de wereld, en dat die mogelijkheid zien we met internet, dan moeten we toch oorlog kunnen voorkomen. Want dan kan iedereen van iedereen leren en met iedereen communiceren en van iedereen begrijpen. Dit wilden we. Het was, die connectiviteit die wilden we graag hebben. Dus hoe krijg je dit voor elkaar? Ja, en er waren hobbels. Het was heel veel reizen, het was heel veel discussie. Het was, hoe doen we dit? En het was pionieren. En ik denk dat wij het niet eens zagen als pionieren. Het was van, oh, dit is een optie. Willen we dit niet? Gaat dit werken? Gaat dit niet werken? Kan dit technologisch? Ik weet nog heel goed dat Keith Goff, dat het Andy Tenenbaum was, die kwam en zei, wat gaan jullie, je weet niet waar je aan begint. Want die had dus al in Amerika de stukjes van iPadNet meegemaakt. Je weet niet wat er aan begint. Een grote ellende, één gedoe. En die waarschuwde eigenlijk min of meer van, ik zou het niet doen. Maar als je toch bezig bent, kan je mij meteen aansluiten. Dus dat... Ik heb me ook wel eens een beetje een toverdaarse leerling gevoeld. Dat de krachten die we er toen ontketend hebben, dat die later niet goed meer onder controle te krijgen zijn. En dat is wat we nu toch wel een beetje zien, of een beetje veel. Big Tech en de datarovers op deze wereld, die dus in feite de controle hebben gekregen over de data, waar toen helemaal geen sprake van was. We hielden ons bezig met infrastructuur. Het aan elkaar koppelen van computers, met elkaar kunnen laten praten, dat is een heel ander verhaal. Dan wanneer je controle gaat uitoefenen via sociale media op talloze levens. Dat is een heel ander verhaal. Ik noem het internet ook wel een schitterend ongeluk. Het internet zoals wij het nu kennen is eigenlijk spontaan opgeborreld. En het is geworden tot een onmisbare infrastructuur. Maar we zijn eigenlijk vergeten om met het ingewikkelder en massaler worden van het gebruik om die architectuur op tijd aan te passen aan die behoeften. Het internet is bottom-up ontstaan. Mensen op de werkvloer die vonden het handig. En zoals het eerste e-mailtje was gewoon door techneuten. Die vonden het leuk om elkaar iets te sturen. En waar de grote mensen, de directeuren aandachten van IBM bijvoorbeeld, nu hadden maar één idee. We willen remote job entry hebben en file transfer. Dat is voldoende om computers met elkaar te laten praten. En totaal niet door dat je op die manier communicatie tussen mensen mogelijk maakt.